We hebben op zich een redelijke voorbereiding gehad. En het is altijd afwachten de eerste wedstrijd. Maar we hebben veel vertrouwen in de spelersgroep en in het nieuwe seizoen. Nu is de zomerstop achter de rug. Heeft u in de zomer nog vaak teruggedacht aan dat roerige afgelopen jaar? Nee, ik denk dat we dat hebben afgesloten nou. En in de vakantie denk je er altijd wel in het begin even aan. Maar we hebben het snel kunnen afsluiten en blik vooruit. En dan zijn we eigenlijk alleen maar mee bezig de hele voorbereiding geweest. Maar als u daar heel kort over nadenkt, wat dacht u dan? Nou goed, blij dat het afgelopen was en op naar volgend seizoen. Nu spelen jullie tegen FC Groningen. In hoeverre zou je kunnen zeggen dat FC Groningen en jullie elkaars tegenpolen zijn, afgaande op afgelopen seizoen? Hoe bedoel je? Nou ja, waar jullie eigenlijk in mineur zaten, zaten zij op een soort van roze wolk. Ja, nee, goed. Zij hebben de halve finale beker gewonnen en wij hebben de halve finale beker verloren. En dus daardoor hebben zij de bekerfinale kunnen spelen en gewonnen. En als je op de ranglijst kijkt, hebben we eigenlijk meer punten gehaald. Wat zegt dat dan voor morgen? Zeg mij niks vorig seizoen. Helemaal niks. Wij moeten het morgen zelf doen. En we weten dat Groningen een hele goede ploeg is. Die al in de voorbereiding lang heeft samengespeeld. Met veel vastigheden in de ploeg. Maar goed, als wij het goed doen vanuit onze organisatie, hebben wij ook zelf voldoende kwaliteit op het veld om het ook Groningen lastig te maken. Toch nog heel even terug naar afgelopen seizoen. En die supporters die protesteerden als het ware tegen uw aanblijven. Hoe staat het daar nu mee? Ja, moet je niet bij mij zijn. Maar volgens mij zijn we bezig met Groningen morgen. Dus ik snap niet waarom je die vraag weer stelt. Nou ja, het is natuurlijk wel een dingetje dat speelt, lijkt me. Nee, maar je zegt net zelf van dat je nog even terug wil blikken op vorig seizoen. En daarna ga je over Groningen beginnen en daar begin je nog een keer over. Nou, laten we dan nu gauw op Groningen gaan richten. Hoe kijkt u aan tegen uw selectie? Want die is dusdanig leeggelopen. We hebben een prima selectie en we hebben genoeg opties om een heel goed elftal samen te stellen. En ik denk dat iedereen die Twente gevolgd heeft in de voorbereiding, dat ook de afgelopen weken heeft kunnen zien. Morgen Groningen. Met wat voor verwachtingen reist u af? Ja, goed, een hoopvol gevoel natuurlijk. We hebben een mooi team met veel kwaliteit op het veld, denk ik. We moeten hier en daar nog wat puzzelen om het uiteindelijk top te laten worden. Maar ik denk dat we er op zich redelijk goed voor staan. Ja, nu waren er natuurlijk politiestakingen. In hoeverre heeft dat u in de kaart gespeeld? Want ik begrijp dat er twee spelers zijn die daardoor wel in actie zouden kunnen komen. Nou goed, als het goed is, is alleen corona beschikbaar. En Michael Oletan zal waarschijnlijk niet kunnen starten. Maar zit wel bij de selectie? Ook niet. En elke keer dat je er iets over zegt, dan heeft het IND het gevoel dat we voor hun een beslissing nemen. Dat we er echt alles aan gedaan om hem hier op tijd ingeschreven te krijgen. Dat moest via Athene en Praag. En daar kun je bijna een kolom over vullen wat we eraan gedaan hebben. Uiteindelijk is het niet gelukt. Maar ik kan er ook geen mededeling over doen of het voor zaterdag wel lukt. Volgens de schema's zou dat moeten, maar het is vakantie. Ja, trainer, ik was gisteravond bij Go Ahead. En daar had Dennis Demmers, de trainer, zoiets van. Nou, ik merkte wat spanning bij de groep. Hoe is het gemoed binnen jouw selectie? Nee, ik denk op dit moment merken we nog niks. We moeten nog zometeen de afsluitende training doen. Dus dat zullen we dan wel zien. En uiteindelijk is een eerste wedstrijd altijd voor iedereen even stroef vaak. Dat heb je ook afgelopen zondag weer gezien. En ja, goed. Uiteindelijk moeten we er gewoon aan beginnen. Je hebt 34 wedstrijden. Wat is een beetje het algehele gevoel wat u hebt overgehouden aan de voorbereiding? Nou, wel positief. We hebben een paar nieuwe spelers erbij die zich goed ontwikkelen. Met name Bruno heeft de laatste weken een goede ontwikkeling doorgemaakt. Ovini, Katsikas maakt vanaf het begin al een hele sterke indruk. Michael was er vorige week maar even bij. Nou, die zal morgen dan waarschijnlijk niet beschikbaar zijn. Maar heeft ook iedereen kunnen zien dat het een aanwinst is. En uiteindelijk is het ook weer goed dat Gutierrez er weer bij is. Dat Tapia weer fit is. En zo zal het morgen ook gewoon gaan, denk ik. Ja, bij Ovini was het een vraagteken wanneer hij weer zou kunnen spelen, maar hij lijkt wel een hele wedstrijd aan te kunnen, toch? Ja, nou goed, dan moeten we afwachten. We hebben nog de laatste training om daar een definitief oordeel over te geven. Maar het ziet er wel positief uit. Nou, gisteren was corona weer voor het eerst op het veld. Dat was meteen genieten. Is het misschien ook wel te verwachten dat hij morgen weer veel minuten gaat maken? Nou, veel minuten is, weten we niet. Dat zou misschien iets te risicovol zijn. Maar ik ga er wel vanuit, als hij vandaag goed is, dat hij morgen gewoon zeker bij de groep zit. Wat opviel in de voorbereiding is dat het scoren moeilijk gaat. Is dat ook de grootste zorg bij de trainer? Nou, het is niet de grootste zorg, denk ik.
Ik denk dat het niet zo heel veel uitmaakt wie er scoort. We hebben de laatste drie wedstrijden gewoon tegen hele goede tegenstanders gespeeld. En dan zie je ook dat het moeilijker wordt om te scoren. Neem nou bijvoorbeeld Schalke is gewoon een topploeg en Olympiakos is natuurlijk ook een topploeg. Ja, dan is het moeilijk scoren. En uiteindelijk hebben we daar wel in ieder geval één keer gescoord. Bent u er al uit met welke 11 u gaat starten morgen? Nee, nog niet helemaal, maar in hoofdlijnen wel. Dus het zal niet heel veel anders zijn als dat iedereen zal denken. Dus zo'n beetje dezelfde 11 als die we in Kelsenkirchen hebben gezien? Nou, die in Kelsenkirchen op het veld hebben gestaan, allemaal. Daar zullen we wel 11 spelers uit gaan kiezen, ja.